Helaas, het coronavirus gooit een beetje goed in het eten. Maar niet getreurd, we doen dit keer een virtuele labtour. Dus wat doen we zoal in mijn onderzoeksgroep? We zijn heel erg van de duurzame kant. Dus we kijken naar het ontwikkelen van duurzame katalytische processen. En we kijken ook naar de energietransitie. En dus wat moet er gebeuren om onze energietransitie van brandstof, fossil fuel gebaseerd, naar duurzame energie te bewerkstelligen. Nou, dat is één dingetje waar ik het heel even over wil hebben, en dat is namelijk de opslag. En om dat even uit te leggen, laat ik hier dit zien. En jullie kennen hier allemaal de zonnecellen, hè? Dus dit is een gewone PV zoals jullie wellicht ook op het dak hebben. En die kan met 20% rendement ongeveer stroom maken. Maar ja, wat gebeurt er 's nachts? Dan gaat het licht uit en dan heb je ook stroom nodig. En wat gebeurt er dan? Wat we dus willen is eigenlijk de energie uit zonlicht opslaan en later gebruiken. En dat kan op verschillende manieren. Uiteraard kun je dat met batterijen, maar je kan dat ook met brandstof genereren. En dat kan hier door bijvoorbeeld een electrolyzer. Dus als het licht aan is, dan gaat de electrolyzer zetten stroom om in brandstof door water te splitsen in zuurstof en waterstof. En in deze twee tankjes slaan we dat op. En als dan de zon gaat liggen en we hebben toch stroom nodig, dan hebben we hier een brandstofcel en die doet precies het tegenovergestelde. Die maakt van de waterstof en zuurstof weer stroom. En dat kunnen we demonstreren. Dus als we hier de sluizen openzetten, dan kan het waterstof en het zuurstof kan naar de brandstofcel. En als die dan bij de brandstofcel aankomen, dan genereren we stroom. En de stroom die kan dan ervoor zorgen dat het propellertje gaat draaien. Doe maar, propellertje. Het duurt even, want we hebben altijd te maken met diffusie uiteraard. Nou, terwijl we wachten op de diffusie, zal ik nog even verder uitleggen hoe we hierover nadenken. In dit systeem is de efficiëntie van zonlicht naar brandstof ongeveer 10%. Hè? Dus 20% rendement stroom en dan verlies je nog wat met de conversie. Maar wij zijn natuurlijk voor de toekomst veel ambitieuzer dan dat. He, dus wij willen uiteindelijk technologie ontwikkelen dat we in de toekomst met veel hogere efficiënties en op veel slimmere manieren brandstof te maken. En terwijl u hier ziet dat het propellertje inmiddels brandt, ga ik u even uitleggen hoe wij denken dat te gaan doen. Dat gaan wij doen door gebruik te maken van hele slimme moleculen. En sommige moleculen die moeten het licht opvangen en ervoor zorgen dat er elektronen vrijkomen. En andere slimme moleculen, de katalysatoren, die moeten ervoor zorgen dat die elektronen gebruikt kunnen worden om waterstof te maken en zuurstof te maken. Nou ja, we doen dat met hier een hele grote onderzoeksgroep met diverse AIO's die promotieonderzoek doen. Die zijn 4 jaar bezig, die hebben een deelproject. En die AIO's die begeleiden dan ook de master- en de bachelorstudenten die daar ook weer een stukje onderzoek in doen.